zei vanavond: geld. En zoals we altijd zeggen, geld moet rollen, maar vanavond moet geld lopen. De bakker. De boer. De bakker betaalt 1 geld aan de boer. Heer, wat gaan jullie met jullie geld doen? Maar helaas, jullie moeten eerst jullie vaste lasten betalen. Komt u maar, kreeg geld, u mag daar naartoe lopen. Goed idee, en dan kun je de dubbele vragen. Ja. Nu komen er 3 geld, komt u maar. En aangekomen bij vaste lasten gaat u terug naar af. Dank u wel, geld. Waarom lokaal geld in Tilburg? Mag ik uw aandacht voor, waar is de beste man, Henk Elleman. En als je een beetje pech hebt, zit in al die kroegen ook nog eens een keer dezelfde eigenaar. Hoe komt dat? Dat is een schaalvergroting, zoals we dat dan zo mooi noemen. Dat komt omdat het geld wat we hier in Tilburg besteden, ja, dat gaat naar de banken. En als het op de banken staat, dan zit het niet in de regio. Maar ze gebruiken dat geld om te gaan speculeren. En die speculaties die gaan tegenwoordig, dat weten we allemaal, naar de grote financiële markten, naar de grote bedrijven toe. En dat geld gaat niet terug naar Tilburg. Als we hier een lokale munt hebben, dan kunnen we ervoor zorgen dat het geld wat u besteedt, elke betaling die u in Tilburg doet, dat die ook in Tilburg blijft. We gaan de naam onthullen van de Tilburgse lokale munt. En ik ga aan Henk vragen om dat woord nou hier in het bijzijn van deze geïnteresseerde voor het eerst uit te spreken. Daar komt ie, daar komt ie. De taal. De taal. Dat wordt het. Dankjewel. Jullie zijn het waar het vanavond om draait. Je hebt vandaag nog voor het eerst gehoord over de Taalder, de nieuwe lokale Tilburgse munt. Wat vind je ervan? Nou, het is sowieso een verschrikkelijk sympathiek initiatief, omdat we natuurlijk wel iets moeten gaan doen aan die banken die ons vertellen hoe we moeten werken als ondernemer. En wat we met ons geld moeten doen als particulieren. En ik denk dat dit een systeem naast het huidige systeem is waar we als lokale economie best mee uit de voeten zullen kunnen. Ik denk dat er een boodschap ligt om meer lokaal te doen. Zeker om meer te kopen bij eigen leveranciers en bij de mensen die in Tilburg het best doen om ondernemer te zijn. Je moet het geld lokaal besteden, waardoor het ook in de regio blijft. Het lekt niet weg. Waardoor je dus meer mogelijkheden creëert, ook voor banen, eventjes kort door de bocht gezegd. En meer bloei in je economie en groei. Jullie zijn het waar het vanavond om draait. We voelen uit onze tenen dat het anders kan. Joris Luierdijk krijgt nou veel aandacht met het boek Dit kan niet waar zijn. Dat gaat over het geldsysteem. Maar helaas is het wel waar. Ik heb het boek 2 keer gelezen en het is echt horror. Jullie zijn het waar het vanavond om draait. Nog fijner is dat Stichting Stro hier is. Een organisatie die ons mee gaat nemen in het verhaal van hoe werkt het nou precies. Daarom graag jullie applaus en aandacht voor Gerben Nap uit Utrecht van Stichting Stro. Het boek dat hebben we in september uitgegeven bij Stichting Stro. Een ander soort geld, door onze directeur geschreven, samen met Helen Taxpayers. We zijn een not-for-profit organisatie. Stro staat overigens voor Social Trade Organization. En wat wij doen is specifiek met dit project, het Social Trade Credit Circuit, organiseren wij een netwerk van lokale kredietinitiatieven zoals de Taalder. We worden gesteund door de EU en het ministerie van EZ. En we werken al op een hoop plekken, meer dan 20 locaties in Nederland samen met potentiële lokale netwerken. Waar is dit dan goed voor? Het is ervoor om de lokale economie in handen te brengen van lokale ondernemers en hun klanten. Hoe doen we dat? Nou ja, eerst beginnen we met 2 punten, iets boven de 2 punten. Snellere betaling van rekeningen door grote institutionele klanten. Een goedkope kredietverstrekking aan gezonde lokale bedrijven. Dat zorgt voor verminderde cashflow problemen en een benutting van de overcapaciteit van ondernemers.
minder werkloosheid, meer lokale klanten, meer bestedingen. En consumenten die zeker zijn dat hun lokale uitgaven ook lokaal blijven. Samengevat zou je het in de slogan kunnen zetten, onderlinge handel in eigen hand. Hoe werkt dat? We nemen even een voorbeeld van ondernemer A hier. Ondernemer A heeft klanten met nog een aantal betalingen die ze nog te ontvangen heeft. Aan de andere kant heeft iedere ondernemer natuurlijk ook leveranciers die nog te betalen zijn. Normaal gesproken zijn die rekeningen aan de linkerkant geld waard. En dan zou je de rekening aan de rechterkant mee kunnen betalen. Je kunt iemand niet met een rekening betalen, je hebt daar geld voor nodig, daar gebruiken we geld voor. En het probleem is vaak ook nog dat de termijn waarover de rekeningen betaald moeten worden vaak korter is dan de termijn waarbinnen je verwacht betaald te worden. Daarvoor hebben veel ondernemers krediet nodig van de bank. Daar betaal je voor of je gebruikt je eigen kapitaal, je spaargeld. Als dat op is en de bank wil geen krediet meer geven, dan zit je in de problemen. Wat is nou de oplossing die wij hebben verzonnen? Laten we het voorbeeld nemen van één klant waarvan je eigenlijk ook wel weet dat die waarschijnlijk te laat gaat betalen. Het voorbeeld bij uitstek is de gemeente. Wij spreken met de gemeente af een termijn dat ze met euro's over terugkomen. Bijvoorbeeld 40 dagen. Ondernemer A wordt lid van de taalder. Op basis van de rekening maken wij digitaal in onze database met de software die we hebben ontworpen taalders aan. En sturen die naar de account van ondernemer A. Dus hoe gaat het in zijn werk? Laten we eens even kijken aan de andere kant. Hier is ondernemer B. Ondernemer B wordt lid van het circuit, van de taalder. En ondernemer A kan dus betalen. Ondernemer B kan nu prima wachten 32 dagen tot het geld komt. Tot de euro's komen, maar kan ook zijn leveranciers betalen. Dus je ziet daar, die termijn loopt langzaam af, hè? 21 dagen, TS 13, TS 5. Dus deze meneer hier aan het einde, deze meneer besluit gewoon te wachten. 5 dagen te wachten voordat hij euro's kan krijgen. De gemeente heeft nu geld, zoals afgesproken, en betaalt dat aan het social trade circuit. Op dat moment kan dus die ondernemer zijn taalders inwisselen, aan ons geven, betalen en daar euro's voor terugkrijgen. Hij koopt dus eigenlijk euro's met zijn taalders. Woehoe! Wow. Jullie zijn het, waar het vanavond om draait. Nou, u heeft vast wel eens eerder zo'n registratieformulier gezien. U vult daar uw gegevens in en u wordt lid. Dan komt u in zo'n omgeving terecht, taalderrekening. Hier kunt u kiezen om een gebruiker te betalen, een advertentie plaatsen. U kunt naar een marktplaatsomgeving waar u binnen Tilburg alle advertenties kunt zien. En daar kunt u doorklikken. Stel, er staat daar echt iets, niks van, nou, daar kan ik niks mee. Kunt u in heel Nederland de marktplaats bekijken. En u kunt natuurlijk ook kijken naar uw eigen taalderrekening. Dan kunt u zien hoeveel taalders u heeft. U kunt zien hoe lang het nog duurt voordat de taalders omgewisseld kunnen worden naar euro's, hoeveel kredietruimte u heeft, dat soort dingen. En u kunt vanaf hier ook gewoon betalen. Woehoe! Wow. Jullie zijn het, waar het vanavond om draait. Lees dat boek, we hebben uitgegeven, een ander soort geld. Het is een doorgeefboek, dus het is gratis als u het doorgeeft. Geef het boek dan ook door, dat hebben we veel liever dan dat u het houdt en betaalt. Ja, het is een boek, het is een interviewvorm eigenlijk van Helene Toxopeus en samen met de directeur van STRO, de Stichting Social Trade Organization. Die wilde zijn verhaal naar buiten brengen en om het echt in Nederland te introduceren. En zij is econoom, zij weet dus van de hoed en de rand hoe economie en financiële systemen werken. En zij heeft carte blanche gekregen om dat boek te schrijven op kosten van STRO. Want hebzucht en zelfredzaamheid, democratie en de wet van de sterkste, macht en geld, recht en rente. Het is een doorgeefboek. Je moet dit boek, na het lezen is het de bedoeling dat je het doorgeeft aan iemand anders. Als je het graag wilt houden, dan moet je €20 overmaken naar de Stichting STRO. Maar ze hebben liever dat je het boek doorgeeft. Dat zoveel mogelijk mensen dit verhaal lezen. Dus als je het uit hebt, naar de volgende geven waarvan jij denkt van die moet meedoen. Die vindt het een interessant verhaal. Dus daarom jullie warm applaus voor Arie Smitskamp van de TAM uit Rotterdam. Iedere stad
die ervoor kiest om zeg maar bankieren opnieuw uit te vinden of om geld opnieuw uit te vinden, dat dragen wij een heel warm hart toe. We kunnen er niet genoeg zijn, want lokaal geld is veel leuker, veel lolliger en veel krachtiger voor je stad. Ik ben al ingelogd, ik heb nog 98 dam. Wij werken voor ondernemers met een kredietlimiet van 500 dam. Dus dat betekent dat ik hier vanavond nog 598 dam kan uitgeven. Dit is Karin Romme, die heeft voor ons een hartstikke leuke lezing in Rotterdam gehouden. Er is hartstikke druk gelijk in je zaal. Je hebt een hoop leuke boeken verkocht, ik wilde er ook een hebben. Mag ik hem in dam kopen van je? 22,50 zei je? Zo leuk is lokaal geld. Jullie zijn het waar het vanavond om draait. Waarom wil jij, niet als werkgroeplid, maar als mens in Tilburg, dat die Taalder komt en waarom wil je meedoen? Ik dus als consument, want ik ben hier een ondernemer, omdat ik dan het systeem, het huidige systeem kan vermijden en een eerlijker systeem kan gebruiken, waardoor mijn omgeving beter wordt en mooier en er leukere winkels, diversiteit. En dat ik zeker weet dat als ik iets uitgeef, dat mijn mensen die ik iedere dag zie daar ook echt iets aan hebben.